Het was duidelijk pech voor de bestuurder van deze personenauto. Ze heeft per ongeluk een deel van de muur van de EBS aan de Saramakkestraat omvergereden. Dit is een kort verslag van het ongeval. De mensen hier bij EBS kregen even de schrik van hun leven toen dit voertuig plotseling de hele schutting omver reed. We hebben begrepen dat een mevrouw achter het stuur zat en dat ze eigenlijk wilde parkeren. Ze kwam van de andere kant uit, wilde parkeren. Maar toen bleek dat er iemand tuterde en is ze dan doorgereden. Mevrouw, je hebt meegemaakt, no? Samsaja? Ik heb meegemaakt. Wat is gebeurd? Mama bij de abakafa auto bij tuter. Maar dat is bij konja dat abo nak awagi die zien, nou aflee konja. Maar dat ben je rijtranga? Nee. Vind jij nog maar rijtranga? Bij zo'n parkeerplaats. Maar die ruimte is zo klein. En dan ben je maar stop ja. Crema sani, maar dat jihas dat auto vreugde. Dat is het misschien. We zouden daar aan de oefen. Zou eigenlijk gewoon parkeren? Ja, parkeren, maar de ruimte was zo klein. Dat we maar bij tuter, want van awagi langa en we draaien zo snel. Daar jump ook al lucht toe. Zo daar aan de overkant gaan om pangen te kopen. Maar er is niks met er gebeurd. Nou, alleen schrik. Gelukkig maar. Dank u wel. Is een jonge dame van 23 jaar. Kleindochter. Is uw kleindochter? Kleindochter. U was met haar? Ja, ik was daar. U zat ook in die auto? Mm. Waar zat u aan deze kant? Deze kant. Nee, God, dat was even schrikken. En u bent? Ik ben geschrokken, ik ben die oma, ik ben Norine Gambier. Mevrouw Norine Gambier, Migado, maar dan ben ik blij dat u beide ongedeerd bent. Dus nu begrijpen we het goed. U bent geen ooggetuige, u zat in die auto. Ja, ik zat in die auto. Nee, wie is als kot o diri heer Libilanga? Maar alleen kuno boma wiki mor. Migado, Migado, tentang. Mi breti, ja. Mi breti. Ja. Het zou erger zijn. Ja. Ik ben blij met die cadeau. We hebben de netweb sanalei kunnen uitrapen. We zouden pangi gaan kopen. We gaan overmorgen begraven. Ja. Nee. Aldus Norine Gambier, mede-inzittende van een personenauto die een deel van de muur van EBS omver heeft gereden. Gambier is blij dat zowel zij als haar kleindochter zonder letsels uit de auto konden stappen.